15 maart, de landelijke verkiezingen voor het parlement. Maar wat doen ze hier in Den Haag eigenlijk nog voor ons in Gelderland? Wordt het een randstedelijke dominantie die onze provincie gaat besturen? Of hebben we zelf nog wat te zeggen over wat we willen? Daarover gaan we het hebben. We gaan de partijen langs. Ik ben Ridder Bas. Dag. Dag Ridder René. Welkom. Ik heb meteen een cadeautje meegenomen. Gelderse worst. Ja, wat leuk. Leuk, wat hè? Leuk. Ja. Dankjewel, heerlijk. Ja. Of toch oranje koek? Ja, als Fries. Maar niet bij de stamppot. Oranje ligt voor ons weer een beetje gevoelig. Ja, laten we dat maar niet. Meneer Buma, we moeten namelijk. Jullie gaan je toch niet afscheiden? Gelre! Gelre! Nou, die angst dat ligt er een beetje aan hoe u zich gedraagt de komende vier jaar. Oh, zo erg is het wel. Zo is het. Ja, zo wilden wij dat wel voorstellen, want we maken ons een beetje zorgen. Het hertogdom maakt zich zorgen. Het hertogdom en de 2 miljoen inwoners in het hertogdom maken zich zorgen. Of tenminste wat er nog van over is in de provincie Gelderland tegenwoordig. Want of we wel goed vertegenwoordigd zijn hier in Den Haag. Kunt u zich dat een beetje voorstellen? Ja, en ook goed dat jullie daarvoor komen. Vindt u dat echt, ja? Nou, je hebt natuurlijk wel eens de indruk dat Den Haag zo'n beetje de Randstad doet. En als CDA vindt het heel erg belangrijk dat tot en de grens iedereen ook echt mee kan doen. Maar, en hoe moet dat dan? Nou ja, je praat bijvoorbeeld over de mobiele dekking. Dat zelfs, weten jullie waarschijnlijk beter dan ik, 112 niet altijd gegarandeerd is. Dat is wel een dingetje. Nou, dat is een groot ding, want dat gaat om je veiligheid. En als wij een verantwoordelijkheid hebben als politici, dan geldt die tot de grens en niet alleen maar de Randstad, maar heel Nederland. De A15 wordt doorgetrokken. Ja. En daar moeten wij in Gelderland voor betalen. Nou, die A15 heeft natuurlijk ten eerste heel lang geduurd. Ja. Ik denk dat hertog Karel al wel met die A15 ongeveer bezig was in de tijd. Die had gewoon de rivieren. Ja, die had de rivieren. Cultuur. Het Gelders orkest gaat gewoon bijna een streepje. Dat baart ons ook zorgen. Alsof je alleen maar naar Amsterdam en het concertgebouw kan gaan om nog cultuur te krijgen. Dus het staat wel heel erg op ons netvlies dat nu te veel geld van de pot in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam verspijkerd wordt. Maar het staat al op uw netvlies. Ja, maar waarom kan het dan allemaal zo gebeuren? Nou, we hebben als CDA het voorstel gedaan om die verdeling ook anders te maken. En hoe kan het dat het dan niet gehaald? Is dat toch weer dan dat de Tweede Kamer een afspiegeling is van de Randstad en niet van Nederland? Ik denk dat als je het plaatje tekent van de Tweede Kamer, dat bij sommige fracties het misschien wel een groot deel Amsterdam en omstreken is. En het is dus echt nodig dat je in de Tweede Kamer mensen hebt die uit die regio komen om dat verhaal te kunnen vertellen. Of toch een grenspaal bij Utrecht. Ja, dan zit je toch weer bij die afscheidsbeweging. Nou, Friesland zeker ook mee. Het is al visumvrij, hè? Ja, dat Daar kunnen we het nog over hebben. Geen gek zit.